Ik steun elk verzet tegen deze valse staat. 70% van de belastinggelden verdwijnt. Om de economie zwak te houden, om de mensen arm te houden. We leven in een roofstaat. Wereldwijd is staat Nederland slecht bekend om heel veel dingen. Pedofilie, multinationals die corrupt zijn, diefstal, oorlog. Ga zo maar door, verwaarlozing van ouderen. Heel dit systeem, we moeten ons doodschamen. Pelsrijke, beschermer, advocatenkantoor van de staat der Nederlanden. Maar nog steeds weten wij niet wie de staat der Nederlanden nou werkelijk waar aanstuurt. Zijn het families? Zijn het bedrijven? Is het een enkele individu? Wij weten wel wie de kopstukken zijn van de staat. Demissionair, fake president Mark Rutte en de nepkoning, de illegale koning die het volk verwaarloost en zichzelf verrijkt over onze rug, Willem-Alexander. Wij noemen hem ook nog bij zijn voornaam en wij worden bij onze achternaam genoemd. Dat is allemaal belangrijk om te weten voor de komende zaak. Aankomende donderdag, wees daar alsjeblieft aanwezig om de staat te laten zien dat wij ook een staat hebben. Een staat van alertheid en een staat van paraatheid en een staat, wij staan ergens voor. En hun vallen overal voor, alle opdrachten van de elites. Ik heb een megafoon bij me, maar ik denk dat het even zo is. Dus heel veel politie daar op de Koekamp. Dus ja, voor je het weet heb je weer een probleem met geluidsoverlast. Maar het zal ze duidelijk worden. Ik zou zeggen, laat de zaak niet doorgaan. En geef compensatie aan de vereniging. Maar we weten hoe koppig ze zijn en hoe arrogant ze zijn.